dames en heren, beste ouders, beste studenten, beste collega's, beste vrienden van de Beiaard. Beiaarddag als vandaag is altijd één groot feest. Een feest waar eigenlijk, ja, creativiteit naar buiten komt. Een creativiteit uit onze Beiaardschool in Mechelen. We zijn uiteraard een kleine school, als je ons vergelijkt met de grote onderwijsinstituten. Maar toch is onze Beiaardschool als een bijenkorf. Het gonst daar altijd van activiteit, van creativiteit. Het is ook een school van enorme diversiteit. Zoals we hier ook zien, onze beginnertjes, die binnenkomen op 8-jarige leeftijd, die nog helemaal de wereld van de muziek moeten ontdekken. Maar we hebben ook mensen die al elders een vooropleiding hebben gehad, jongvolwassenen, die ook nog altijd naar Mechelen afzakken, naar een van de belangrijkste plaatsen ter wereld voor de bijaardkunst. En dit alles is mogelijk door die enorme passie voor ons instrument, dat bijzondere instrument, de bijaard. Een niet alledaags instrument. Een instrument waarvan je eenmaal de microben hebt ontvangen. Het moet niet altijd salmonella of dergelijke microben zijn die je opdoet, maar als je de microben van de bijaard opdoet, dan laat het je niet meer los. Dat zie je bij al onze studenten, van jong tot oud. Dat zie je ook bij onze leraars, die geweldige creativiteit aan de dag leggen. Want vergeet niet, al de muziek die wij bijna vandaag horen, is door hen eigenlijk vooraf al bewerkt geweest. Wat hier allemaal gebeurt in onze school, kan uiteraard ook niet zonder jullie. Vaak wordt dat vergeten bij muziek. Muziek kan niet zonder publiek. Een publiek is voor ons zeer belangrijk. Jullie zijn ons klankbord. Het is voor jullie dat wij het allemaal uiteindelijk ook doen. En het kan ook niet zonder de steun, zeker van de ouders, bij onze jongere studenten. Om wekelijks bij ons langs te komen, om wekelijks te komen studeren. Daarvoor ook dank aan jullie ouders voor die blijvende steun, voor dat blijvend enthousiasme. Dank uiteraard ook naar onze leraars toe. Leraars die met hun grote inzet, dag in dag uit, voor onze school actief zijn. Wij vormen een vrij hechte ploeg en dat is ontzettend fijn om samen zo te kunnen werken. Dank aan, zeker bijzonder vandaag voor dit programma hier in het cultuurcentrum, aan Elena en Dina, die dat in elkaar hebben gebokst, kan je zeggen. Nu, zoals gezegd, onze schoolhonst van activiteit en die bijaardag is ook niet de bekroning van ons schooljaar. Want ik nodig jullie alvast uit, op 8 juni gaan niet minder dan 5 van onze studenten het eindexamen afleggen, 5 volwassenen. We hebben er al 2 gehad, vorige zaterdag, Tim en Elisa, die een prachtig concert hebben gegeven. Maar zeker ook op 8 juni wordt het bijaardmuziek om je duimen van af te likken, zou ik kunnen zeggen. Ook niet te vergeten, er is nog een grote climax voor dit schooljaar, namelijk onze 5-jaarlijkse internationale bijaardwedstrijd Koningin Fabiola, die ditmaal doorgaat van 10 tot 14 juli. Niet minder dan 16 kandidaten dienen zich aan. Ze komen uit alle hoeken van de wereld, uit Rusland, uit de Verenigde Staten, uit de Oekraïne, uit Nederland, Frankrijk, België. Het wordt een topevenement, want de kandidaten die zich aandienen zullen echt op het allerhoogste niveau spelen. Kan ik zeker aanbevelen, het wordt één groot bijaardevenement. En een fijn detail is dat van die 16 kandidaten 9 dames zijn. En dat is toch wel een evolutie die we kunnen toejuichen, hè? Want de bijaardwereld was vroeger toch een beetje een mannenclubje. En meer zien we dat de dames hun levendeel opeisen. We hebben dat al heel wat jaren gezien, dat zeker de helft van onze studenten en leerlingen dames zijn. Of juffrouwen, als je dat nog zo kan noemen. Hè? Ondertussen ook bij ons lerarenkorps hebben we al 3 dames die lesgeven. Dus dat is een zeer positieve evolutie die wij zeker kunnen